een triomfantelijke intocht in Mandalay, de tweede stad van Myanmar na de hoofdstad Yangon. Onze bus ging kapot ongeveer 30 kilometer van onze bestemming en een charmante vrachtwagenchauffeur stemde ermee in om ons in de vuilcontainer van zijn vrachtwagen te brengen. Het gaf ons de mogelijkheid om de weg anders te zien. Thank you.
vurigheid van de boeddhistische gelovigen in Birma dwingt hen om de beelden van Boeddha en bepaalde heilige plaatsen, zoals de gouden rots, met goud te bedekken. Hiervoor gebruiken ze zeer fijne bladgoud die in ambachtelijke werkplaatsen, zoals deze, worden gemaakt.